Het boeten van de netten. En dat gebeurt allemaal hier. Nou, wat ik al zei, hè, echt camping zat hier. Nou, de meest fantasieloze nacho's, maar ja, ik reken het goed, want ik ben nu al afgepeigerd. Goedemorgen mensen, leuk dat jullie weer kijken allemaal. We beginnen deze vlog met een dienstmededeling, want het campingtrendseizoen komt er weer aan. Zometeen ben ik terug in Nederland en dan zijn Jos en ik weer hartstikke onderweg in Duitsland en noem het maar op voor de persconferenties. En dan heb ik het te druk voor 5 vlogs per week. Dat is gewoon niet vol te houden. Dus we gaan terug naar 3 vlogs per week. Dan heb ik ook nog een beetje tijd om te leven, maar vooral ook voor campingtrend, want we gaan er weer een super gaaf en gezellig jaar van maken. Dus DW Vlogt gaat terug naar 3 keer per week. En daartegenover staat dat campingtrend weer gaat beginnen. Dus je krijgt niks minders te zien, maar juist veel meer. Maar voorlopig eerst maar eens deze video afmaken. Dus goedemorgen! Vanuit Cambriels dit keer. En jullie snappen wel, even de boel op slot doen. Klik! Jullie snappen wel dat ik die grijns niet van mijn snuit kan krijgen. Ik sta op... Doe het rustig. Ik sta op een geweldige plek. Gratis plek weer. Gevonden via Park for Night. En dat is hier. En vanaf hier ga ik Cambriels verkennen. En ik ben trouwens niet de enige camper die hier staat. Het is eigenlijk geen camperplek. Hè. Het is een parkeerplaats waar je officieel niet mag overnachten. Ik zeg het er maar gewoon elke keer bij. Gevonden via Park for Night. En wat ik al zei, ik ben niet de enige. En kijk, als je nou niet zo bent van dit soort plaatsen. Dat je dat spannend vindt of eng. Of dat je bang bent dat er een keer een politie aan die deur staat te kloppen. Geen probleem, want het stikt hier van de campings. Ik heb natuurlijk op camping Playa Montroy gestaan. Daarnaast ligt de camping Las Torres. Nee, hoe heet dat nou ook weer, joh? Even denken. Ben ik weer. Die andere camping is naast Montreux, La Torre del Sol. En die hebben trouwens ook een naturistencamping vlakbij. Dat is Tempo del Sol. Nou, niet dat ik daar in mijn blote billen ga lopen. Lastig vloggen. Dan heb ik wel enigszins een gêne, zullen we maar zeggen. Maar camping zat je ook hier vlakbij, hè. Want ik zit natuurlijk bij Cambriels en Salau. Dat ligt hartstikke vlakbij elkaar. En ja, joh, het is hier één groot campingparadijs. Dus als jij zegt van nou, die vrije plekken, daar geloof ik allemaal wel. Kies je lekker een camping uit. Vind je ook allemaal via Park for Night of via awbcamping.nl. En noem het dan maar op. Alleen het leuke van deze plek vind ik dan dat, ik sta hier weer pal aan zee. Dat kan je daar weer zien. Kijk, hartstikke idee. En het is maar 2,5 kilometer lopen naar het hartje van Cambriels met een jachthaven. Noem het dan maar op. En ga eens kijken of we daar een bak koffie kunnen scoren. En om nou een idee te krijgen van hoe ver dat strand nou vanaf deze parking is, moet je kijken. Ik loop even tussen deze Carthago en die Deadlifts door. Moet ik even opletten dat ik niet overreden word. Door deze. Straatje oversteken. Nou, ik ga natuurlijk niet door dit heggetje heen, want dat kan verderop. Maar daar heb je het strand al. Zie je dat? Bootje, boeitjes, wandelaars, fietsers. Echt fantastisch. En als je nou de fietsen mee hebt, want ik zeg 2,5 kilometer fietsen naar het centrum. Of lopen dan, in dit geval, dat vind ik wel weer fijn. Ja, als je dat met de fiets doet, gaat helemaal nergens over natuurlijk. Nou, wat ik al zei, hè, echt camping zat hier. Kijk, en dit is dat strand. Bam! Nou, heerlijk hè? En via een wandelpad en een fietspad kan je dus op je dode gemakje naar het centrum. Gaat helemaal nergens aan. En daar zijn we weer. Bootjes kijken. Dat is een soort
pornografische hobby van me, jongens. Excuseer le mot. Maar ik vind het gewoon echt, ik blijf het leuk vinden, bootjes kijken. Heeft vast met mijn hele vaarverleden te maken. Kijk eens even, jongens. Leuk, hè? En zou er dan ooit nog een bootje komen in de Wee? Nou, en dat bootje wat ik gehad heb, die Noorse volksboot, dat was wel een plastic ding. Dat was wel een hele leuke, maar ik of een klein D-sailertje of zo, maar ja, waarom niet huren? Hè? Dat scheelt stalling, antifoulingen, onderhoud, dat. Nou, en vanaf de haven weer een boulevardje. Hoe leuk is dat? Peace and love. Ah, jongens, peace and love. Hoogste tijd voor een hapje tussendoor. Nou, de meest fantasieloze nacho's, maar ja, ik reken het goed, want ik ben nu al afgepeigerd. Nou kijk, en wat ik ook besteld heb, mensen, en dat is mijn favoriete gerecht eigenlijk in Spanje, chipirones. En dat zijn baby inktvisjes. Die hebben één keer blub gezegd. Voordat ze de frituur raakten. Dat is echt een heel verdrietig verhaal. Heel heel lekker. Nou kijk, dit is er zo één. Aan de onderkant zie je nog net een beetje tentakeltjes. En aan de bovenkant zijn huisje. En nu is die op. Zo, even een, dat was even een kleine break bij een terrasje hier. En we pakken gewoon die haven nog even mee, mensen. Want er is echt nog veel meer van te zien. Nou, kijk dit dan bijvoorbeeld, jongens. Het is in zo'n haven natuurlijk alleen maar polyesterparade. Maar hier ligt nog een bootje uit de tijd dat schepen van hout waren en mannen van staal. Kijk even wat er een vergaan ding, dat hij nog drijft, hè. Dat hij nog drijft. Maar hier kan je wel zien hoe boten vroeger gemaakt werden, mensen. Met, kijk, die rechtopstaande, dat heette dan spanten. En die komen samen beneden in het schip en dan heet het weer wrangen. En dit is een potdeksel, die rand. En zo hebben al die bootonderdelen, die hebben namen, jongen, waar je echt helemaal niet uit, waar je helemaal niet uitkomt. De spiegel bijvoorbeeld, hè, de achterkant. Dat noemen ze de spiegel van een schip. Nou ja, weet je, nou ja, steek je toch nog wat op van zo'n vlog. Nou, dit gedeelte is dus de jachthaven. Tadaa. En dat gedeelte, dat is dus de oude vissershaven. En wat wel grappig is, die vissersbootjes die leveren rechtstreeks aan die restaurantjes hier op de kade. Dus veel versere vis dan hier kan je niet kopen. En daar heb je de Toro Rosso, de rode vuurtoren. En dat schijnt ook een bijzonder punt te zijn hier in Cambrils. En daar loop ik gewoon nog eventjes lekker heen. Wat dacht je daarvan? Nou, en dit is dus die vissershaven. En dat varieert van heel klein, dus daar verderop, van de echte kleine lokale vissertjes, tot gemiddeld klein, tot wat groter. En wat wel grappig is in zo'n haven, is dat er ook altijd netten liggen. En het repareren van netten, dat heet boeten, wist je dat? Het boeten van de netten, en dat gebeurt allemaal hier. Dus die leggen dan hier uit. En daar zijn er vaak zijn het oude baasjes die dan gaten in de netten, weet je wel. Zo'n net sleept af en toe eens over de grond en als daar net een rotsblok ligt, dan trek je zo'n half net natuurlijk aan fladden. En die worden dan hier gerepareerd en opgeslagen in van die, dat zie ik nu pas hoor, en opgeslagen in die plastic containers die daar, dus kennelijk is dat de reservevoorraad wat nog gerepareerd moet worden. En, het is een leuk gezicht altijd. Dat zie je trouwens natuurlijk niet alleen hier. Hè. In Kroatië ben ik ook best wel veel geweest. En dat is wat bij ons in Nederland dan zo'n leugenbank is. Hè. Van die oude dibbissen die zo bij zo'n kerk sterkste verhalen lopen te vertellen. Dat is dan in Kroatië, maar ik kan me voorstellen dat het hier ook is.
dat is dan ook hier, weet je wel, die oude vissersbazen die hun kinderen dan helpen met het boeten van de netten. En met een bakje erbij of een wijntje. En, ja, dat gebeurt dan vaak in zo'n jachthaven. Superleuk gezicht. Nou, en daar zijn we dan op de kop van de haven met die mooie compacte rode vuurtoren. En hier zie je nog een katamaran voorbij komen. En voor dat soort schepen zijn er ook races. Hè? Dat zijn multihull noemen ze dat. Twee rompen, hè? Katamaran, trimaran, multihull. En die gaan hard, jongen, die dingen. Die zijn niet bij te houden. Maar goed, nu worden ze, ja, hier hebben ze een, kennelijk een tweede leven om toeristen door ja, rond te varen. En hier heb je ook gelijk een mooi overzicht over de haven en de stad, zeg maar. Hier de marina, dus de jachthaven. En waar we net liepen en waar... even kijken hoor, of ik dat makkelijk hier vandaan kan laten zien. Nou ja, achter het bunkerstation, hè, want hier kan je tanken. Daar hebben we dus de beroepsvaart, de visserij. En ja, lekker puntje hoor, om het hier vanaf te bekijken. Nou, en dit hier aan de rand van de haven is de Torre del Port, de toren van de haven. En die was onderdeel van de Stadswal, is een bouwwerk uit de 17e eeuw. En in het hoogseizoen, dus tussen juni en september, is dat ook toegankelijk. En kun je zelfs een rondje maken over die balustrade. Dus dan heb je natuurlijk een hartstikke leuk uitzicht over Cambrils. Eventjes van dichtbij bekijken. Wat een ding, hè? En ik lees net op het bordje, dat had ik nog niet door, dat hij was ook ter verdediging. Hè? Ja, Stadswal, dat heb ik natuurlijk net wel gezegd. Ter verdediging tegen piraten en andere aanvallend gespuis. En bovenop stond er een kanon. Dus konden ze ook nog een beetje herrie maken en aanvallende schepen naar de zeebodem, hoe noem je dat? Torpederen. Dat een moeilijke zin, zeg. Zal ik die opnieuw doen? Jezus jongens, iedereen zwaait naar mij. Ze hebben hier echt nog nooit een GoPro gezien. En ik kwam net volgens tegen en ik moet de groeten doen aan Miss Kaat. Die volgt mij ook. Nou, de groeten. Leuk dat je er... Jammer dat je er niet bij was, zeg maar. En vanaf die pepermolen loop je natuurlijk overal zo die binnenstad in. Kleine straatjes, steegjes, toeristenwinkeltjes. Dat is een beetje zoals overal in die kustplaatsen, maar er zijn nog een paar leuke extra dingen te zien. Nou, en dit is iets in Cambrils wat je echt niet zomaar verwacht. Dat is namelijk een 100 jaar oude boom en dat is deze grote vriend. En dat is een, hou je vast... Een Phytolacca. En nou denken jullie natuurlijk allemaal, oh de wee. Wat goed dat je dat zo weet uit je hoofd. Dat je zoveel verstand hebt van bomen. Nou, het staat er gewoon op een bordje, hè. De Phytolacca, 100 jaar oud. En het is een soort die veel voorkomt in Zuid-Amerika. En het is het nationale symbool van Argentinië. Nou, zeg nou nog maar eens dat je niks opsteekt van de vlogs van DW. Dit is ook wel even handig, jongens. Een stadsplattegrond. Kijk, wij zijn hier geweest met die rode vuurtoren. Ik sta nu hier bij die 100 jaar oude boom. En ik heb hier deze boulevard laten zien. En dit gedeelte van de stad, dat is niet zo heel interessant. Het is allemaal toeristenmeukenwinkeltjes en zo. Maar als je nou naar het oude Cambrils wil, dan moet je daarheen.
En daar heb je wel gewoon hartstikke leuke straatjes, steegjes. En daar zat meer het authentieke Cambrils. En dat heb je hier, dus ga je dat niet vinden. Terwijl die haven natuurlijk wel heel erg leuk is. Maar dat oude gedeelte, dat wil ik je ook even laten zien. Nou, weg van de toeristenmeuk, zeg maar. En een kilometertje landinwaarts. Daar heb je de Barrie Antique van Cambrils. En dan kom je dus in het authentieke Cambrils terecht. En dan zie je weer, geen hoogbouw dus, maar kleine gezellige straatjes. En die vind je dus hier. En dan kom je op pleintjes terecht waar alleen de locals koffie zitten te drinken. En dat is toch wel even een heel ander sfeertje dan daar aan de kust. En dan is het ook nog eens een keer markt op woensdag. Maar ik duik gewoon lekker weer die wijk in. Nou, net nog even nagevraagd. Ik zeg, wat is het mooiste om hier nou te filmen in deze wijk? En die man die zegt, die gaat rechtop staan. En die zegt heel trots, todos es muy bonito. Is toch geweldig? En ik denk dat hij gelijk heeft. Nou, en hier dus niet van die grote supermarkten, maar... Zo'n authentiek bakkertje bijvoorbeeld. En kijk. Ook nog een kapper. Nou. Gracias. Dan gaan we jongens voor de typisch Spaanse kapsel. Gaan we. Vamos. Hoort er allemaal bij? The old town, not a lot of people come. And for me it's really nice. You have here the church, later you have the market. But I really like this part of the city. I like it more than I like it more than the port. Yeah. It's really nice. Yeah, absolutely. I know to find you. Gracias, Esteban. Nou jongens, het zit erop. Het is een soort. Ja, dat was zeg maar een uurtje kletsen in het Spaans, Italiaans en Engels. Maar nou, ik zie er weer uit als een mens. Familiebedrijf, ze bestaan al sinds de burgeroorlog. Nou, dat moet in de 50e jaren zijn geweest. Het was de oom van zijn opa die ermee startte. En de hele familie werkt er. En ze zijn open van 9 tot 9. Nou joh, echt... Ik weet bijna de kleur van de onderbroek van zijn moeder. Echt niet te geloven, wat kan die gast horen. Nou, het leuke van zo'n praatgrage kapper is wel dat je van alles aan hem kunt vragen. En zo kom ik dus op dit straatje, de Carrer Loveras. En die is ontzettend leuk, omdat er zoveel groen te zien is. En dat zie je nu, moet je opletten. Kijk eens even wat een ontzettend leuk straatje dat dit is. Nou, en dat verwacht je dus ook niet van Cambrils, laten we eerlijk zijn.
Nou, dan heb je hier de oude stadspoort van Cambrils. Die dus aan de andere kant weer onderdeel was van de stadswallen. Hier op de hoek zit ook nog een klein wijn- en likeurzaakje. Daar kan je dus je drankjes gewoon rechtstreeks uit het vat laten tappen. Hoe grappig is dat? En wel grappig is dat de locals hier ook komen. Proeven en daarna lekker je plastic fles vol laten tappen. Muy bien, gracias. Nou, en dit was het Cambrils zoals je het waarschijnlijk nog nooit eerder hebt gezien, jongens. Het onbekende Cambrils. Even wat anders dan alleen maar goudgele stranden, toeristenpromenades en strandwinkeltjes. Ik heb echt een poging gedaan om je het authentieke Cambrils te laten zien. En ik vind het zeer de moeite waard. Als je deze video nou leuk vond, geef hem dan een duimpje. Doe je me echt een groot plezier mee, want dan word ik beter gevonden op YouTube. Abonneer je nog even op mijn YouTube-kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En druk op dat belletje, dan mis je het op de volgende video niet.